Het is vandaag 15 augustus. Er is me gevraagd om nog een keer een rondje door de tuin en de nieuwe natuur te doen. Dat heb ik dit jaar 2 keer gedaan. Het meeste is uitgebloeid, maar het wellicht toch leuk om even te zien hoe de tuin er nu voor staat. Er is vandaag ook gemaaid. Het bloemenveld is gemaaid om het te verschralen. Dat gaan we allemaal even zien. Wellicht nieuw is deze kast. Het is een mussenkast. Deze kast geeft plek voor 24 nestjes voor de mussen. Mussen broeden graag samen. Nou, hier zien we een klein stukje struweel wat tussen de bloemenweiden in ligt. En eigenlijk begint hij dit jaar voor het eerst echt een beetje tot ontwikkeling te komen. Ietsjes uitzoomen. Het een en ander hangt er aan vruchten ook in. Ook de konusmas heeft mooie vruchten. Hele mooie, diep zwarte, het lijken kersen. Daar kun je mooie likeurtjes van maken. Loop aan deze kant eigenlijk, hier zie je het gemaaide veld. Zo jammer hè, dat die bloempjes er dan af moeten. Dan was het meestal wel uitgebloeid. Hier zien we een klein stukje van de koninginnenteelt, de varroa resistentieteelt. Hier staan een 50-tal volkjes. Deze zijn al geteld, de broedtelling is daarvan geweest de afgelopen weken. Aanstaande maandag hebben we nog 1 teldag. En hier hebben we ook de UBO-test gedaan. Daar volgt later wat meer informatie over. Het is een geurtest. En een aantal van deze volken zullen ook nog met een andere geurtest meedoen. En ik ga de pintest nog doen met deze, zodat we ook een beetje kunnen vergelijken. Wat zegt de pintest ten opzichte van de varroa-resistentietest en andere zaken. Ik zoek het pad weer even op. Met het gemaaide veld is het allemaal even iets anders. Ook hier droevenis, allemaal uitgebloeid. Wellicht dat er nog wat nieuwe bloempjes gaan komen. Met de regen is er ook veel verregend. Ik loop de route nu anders dan andere keren. Wellicht leuk om het eens van een andere kant te bekijken. Ook dit stukje tuin laat ik eigenlijk meestal niet zien. Oh, het ruikt trouwens heerlijk. Ook hier is een stukje gemaaid. Dan onze schaapjes, onze paarden. Buurtkinderen met de paarden bezig. Hier hebben we een nieuw stukje tuin. Die is eind vorig jaar aangelegd. Dit is het eerste jaar dat het opkomt en bloeit. Daar zag je net ook erg veel insecten in. Daar komt en bloeit nog van alles. Het is natuurlijk allemaal nog niet zo heel uitbundig en groot. Maar zo voor een eerste jaar ziet het er eigenlijk al best heel erg leuk uit. Volgend jaar zal dit natuurlijk helemaal vol staan.
Nu zie je nog veel kale plekken. Dat zal volgend jaar helemaal volgegroeid zijn. De fotografen zo mooi noemen het golden hour. Het ligt natuurlijk erg mooi zo. Prachtig. Nou, dit was een rondje om het huis. Nu gaan we verder naar de poel. Hier is afgelopen dagen het straatwerk opnieuw ingevoegd. Vandaar dat het allemaal een beetje gek uitziet. Een beetje kalkaanslag zo op de stenen. Als het goed is, gaat dat er weer af. Nou, dit is dan het maaipad naar de poel. Een beetje kale bedoeling. Veel rozenbottels. Op dit struweel begint nu eindelijk een beetje struweel te worden. Dat zal volgend jaar flink groot zijn. De laatste bloeisels hier. En dit is dan allemaal vandaag gemaaid. Langs de poel hebben we natuurlijk een rand niet gemaaid. We hebben bijzonder veel water dit jaar. Ook de hele wadi, die normaal helemaal droog staat in de zomer, is helemaal vol water. En daarachter, dat is eigenlijk de poel zelf. Daar zie je ook dat de boom onder water ligt. Nou, dat gebeurt eigenlijk normaal eind van de winter. Begin van het voorjaar en is er zoveel water dat die boom onder water ligt. Nu ligt hij nu al onder water. Nou, deze poel is in de afgelopen 7, 8 jaar aangelegd. In meerdere etappes en fases. Om de juiste diepte te kunnen bepalen. Het idee is dat hij in de zomer bijna droog valt. Nou, deze zomer is daar geen sprake van. Al het water dat we hebben gehad, bijzonder veel water. Nou, hier staan nog een paar volkjes die ik als tiltvolken wil gaan gebruiken komende jaren. Komt leuk wat stuifmeel binnen. Eindelijk ook wat anders dan alleen mais. Er komt een mooi oranje binnen. Geen idee wat het is. Maar alles wat geen mais is, ben ik blij mee. Wij zijn ook flink aan het ventileren. Ik heb dat al bij veel kasten gezien. Het is bijzonder benauwd. En dat vinden de bijen blijkbaar ook. Nou zijn deze ook een beetje gevoerd de afgelopen dagen. Deze met fondant, dus die hoeven niet in te dikken. En dan zie je ze dus ook niet ventileren. Terwijl alle volkjes die fondant of die suikerwater hebben gehad, ja, die zijn natuurlijk allemaal druk met het indampen van dat suikerwater. Dus die staan allemaal flink te ventileren. Als imker ben je nu voornamelijk druk met behandelen tegen de vroa als dat nodig is. En als je dat doet, als je vroa-resistente volk hebt, dan is dat natuurlijk niet nodig. Maar voor veel mensen is dat helaas nu nog niet
de dagelijkse praktijk. Ze zullen nog gewoon goed moeten behandelen en voeren. Ik voer voornamelijk dun, dus elke week één of twee keer een beetje. En dan één op één suikerwater, waardoor de bijen toch de indruk houden dat er dracht is en daardoor wat actiever blijven. Onderzoek gedaan naar het leven in deze poel. Daar zit van alles in, waaronder kamsalamanders, maar ook boomkikkers. Dat is toch erg leuk. Nou, het is gemaaid, dus ik kan ook even door het maaiveld heen. Normaal hebben we dan natuurlijk een pad, een maaipad. Nu steek ik even binnendoor. Hier staan de vrouwenresistente volken van vorig jaar, de tiltvolken van vorig jaar. De volken die niet meer meedoen heb ik al omgezet in spaarkasten en daar eentje op een dadantkast. Nou, je ziet dat hij het warm heeft. Dit volk moet dringend op een grote kast. Het is een volk wat naar Martijn gaat. Die wil een aantal dadantvolken statten. De drie bovenste randjes zijn allemaal mini-plus randjes. Daar bouw ik dus mijn mini-plus raampjes uit. Die ik volgend jaar dan weer voor de tilt kan gebruiken. Dan kun je mooie kleine volkjes direct op uitgebouwde ramen zetten. Dat helpt. Hallo paadjes. Hallo. Kom jij zo dichtbij? Het wandelpad gaat een klein stukje door de wei heen. Even door de poortjes heen. Dan komen we bij de volgende poel. Deze poel is in het voorjaar aangelegd. Direct wat boompjes en struiken omheen geplant. Er staat een wildcamera opgesteld. Tetradium danieli. Gaat dit jaar nog niet bloeien. Ook allerlei inheemse planten, zoals deze lijsterbes. Die al wel een klein beetje gebloeid en dus ook vruchten heeft. Meidoorns, sleedoorns. Nog meer bessen. En een lekker bankje waar je dan heerlijk over het water uit kunt kijken. Maar deze poel ziet er natuurlijk heel anders uit dan die poel daar waar we net stonden. Over 5 jaar hopen we een vergelijkbaar. Resultaat te hebben. De poelen zijn niet verbonden. Dat wilde ik eerst wel doen. Ik dacht dat is leuk. Dan kunnen de dieren, de organismen van de ene poel doorstromen naar de andere. Maar het is juist goed om dat niet te doen. Omdat elke poel dan toch zijn eigen biotoopje krijgt. Nou, dit is met het graven van die vorige poel is ook deze poel gegraven. Dus dit is ook een nieuwe poel. Dan kunnen we aan die kant langs de wandeling doen. Maar we kunnen ook aan deze kant langs de wandeling doen. Deze keer doen we hem via deze kant. Ik moet goed doorlopen, want het wordt al een beetje donker. Hier is onze nieuwe stapelmuur. Vorige keer was hij nog erg kaal, nu is hij al erg begroeid. Hier hebben al heel wat insecten
een intrek gedaan. Had ik niet verwacht dat dat dit jaar al het geval zou zijn. We hebben hem pas in de eind van de lente hebben we hem geplaatst. Maar je ziet hier bijvoorbeeld al allerlei celletjes die dichtgemaakt zijn. Dus waar babybijtjes geboren worden. Nou, we hebben weer een poortje. Hier stikt het altijd van de naakslakken. Zowel deze invasieve soort als inheemse soorten. Hier hebben we weer water. Plek voor onze boomstamkast. Nou, zoals je ziet zijn er nog altijd darren. Dan weet ik niet of deze daar vrijwillig buiten loopt of dat hij niet meer naar binnen mag. Het zou kunnen rond dit tijdje van het jaar, maar erg veel van mijn volken hebben nog gewoon volop darren. Sterker nog, die hebben zelfs nog weer darrenbroed. Dus die darren die komen, die lopen allemaal nog uit. Ook dit volk is flink aan het ventileren zoals je ziet. Dus we hebben vandaag toch wat opgehaald en deze zijn zeker niet gevoerd. Een boomstamkast voer ik niet. Die houden gewoon de honing. En als ik kan inschatten dat ze genoeg hebben, dan laat ik het daar ook bij. In tegenstelling tot vorige jaren behandel ik ze nu wel, want zijn 2 jaar achter elkaar is dit volk dood gegaan, het volk in deze kast. Ik weet niet of er iets van te zien is, zo. Maar je ziet dat de bijen hier enorm doorhangen. Dat kan aanwijzen ook. Het raad loopt hier, maar de bijen hangen tot ver daar onder. Zoals je ziet, dus daar hangt zeker 3 kilo bijen nog onder het volk. Helemaal tot achterin ook. Moeilijk te zien, ja. Zo is het misschien iets beter te zien. Zie, helemaal tot ver achterin hangen de bijen door, tot bijna aan de grond. Daar, de bodem moet ik zeggen, niet de grond. Dus dit is gewoon een heel sterk volk. Echt heel sterk. De hele buitenkant helemaal vol met bijen. Maar deze ga ik dit jaar wel behandelen. Ik heb het nog niet gedaan, maar ik ga het wel doen. De vorige jaren zijn ze gewoon dood gegaan. Ja, je ziet bovenin hebben ze voer genoeg. Dus voer is niet het probleem. Maar varroa helaas wel. Vervolgen we onze route. Nou, hier bloeit natuurlijk van alles. Boerenwormskruid, Sint-Janskruid. Wat distels. Nou, het zijn natuurlijk geen massa bloemen. Dit is niet iets waar onze bijen honing vandaan kunnen halen. Maar gelukkig nog wel een klein beetje stuifmeel. Dat is zeker zo belangrijk nu. Suiker kunnen we makkelijker voeren dan eiwitten. Zelfs de bijen zelf worden. De
eiwitten kunnen zorgen. Daar ben ik daar erg blij mee. Want zo goed kunnen we het nooit zelf. Kunnen ze dat niet, kunnen we natuurlijk altijd wat bijvoeren aan eiwitproducten zoals Ultra B of B Strong. En zo zijn er nog allerlei producten die eiwitten bevatten en een aanvulling kunnen zijn op het op de voeding van onze bijen. Helemaal vervangen is denk ik moeilijk. B-Strong komt een heel eind, maar ik heb eigenlijk nog nooit testen gezien waarbij echt alle eiwitten uitgebannen worden. Ik weet dat Bejo Zade daar vorig jaar wat onderzoek naar heeft gedaan, maar tegen hetzelfde probleem aanliep, dat het heel moeilijk is om de kassen zo schraal te zetten dat ze helemaal niks meer van buiten binnenhalen. Dat kan natuurlijk als je bestuiving in de kas doet, dan weet je zeker wat er te halen valt. Maar ik heb daar nog nooit onderzoeken naar gezien waarbij dan de bijen op eiwitvervangers, stuifmeelvervangers gezet worden. En hoe dat dan werkt. Wel allerlei onderzoeken waarbij het aangevuld wordt. Waarbij eigenlijk keer op keer uitkomt dat het zeer zinvol is om eiwitten te voeren. Onze nieuwe aanwinst, de Pipowagen. Dat is de lunchruimte voor de werkmannen, de vrijwilligers die hier helpen. Nou, zijn we bijna aan het eind van de wandeling. Nog een klein stukje van de tilt. Hier staan de mini-plus volkjes die naar de bevruchtingsstations zijn geweest, zoals Leihoren en Ameland, Baltrum, Flevo dit jaar. Allerlei verschillende lijnen. Maar ook volkjes die ik geruild heb. Hier ben ik nog een klein torentje aan het maken, want hier ga ik morgen nog overlarven. Dus deze bijen zijn nu een week zonder koningin, maar wel met broed. Dat broed dat haal ik er morgen uit. Alleen het gesloten broed laat ik dan zitten en dan krijgen ze nog weer larfjes. Larfjes van de VSH-volken. Die heb ik blijkbaar iets niet goed afgesloten. Dus hier staan een paar lege honingkamers, zo goed als lege honingkamers, maar ik zie hier toch wat actieve bijen. Geen idee waar die dan naar binnen komen. Maar ik denk door een gaatje in de bodem. Ik zie ze van onderen komen. Dus ik denk dat ze daar een rooster hebben gevonden. En dat rooster sluit dan niet helemaal af. De gaasrooster van de Vroala. Die sluit blijkbaar niet helemaal af. En daar het is toch weer wat te vinden. En daar kun je dus zien dat het dat er eigenlijk geen dracht meer is. Hier hebben we onze nieuwe leibomen. En dat begint al wat te worden. Nog geen dracht natuurlijk. Maar ja, dit ziet er toch echt al uit als een boompje. Waar we volgend jaar wellicht wat dracht van kunnen hebben. Nou, nog meer mini plusjes. Naast wat productievolkjes. Allemaal tiltmoertjes. Moeten we allemaal nog uitzoeken. Daar nog een serie. Hier nog een serie. Daarachter nog een serie. En dan hebben we het wel gehad. Ik denk in totaal zo'n 250 tiltmoertjes staan hier nu. Van er in totaal 500 die ik er dit jaar gemaakt heb. Een aantal zijn al uitgeselecteerd. Een aantal zijn weggegeven of verkocht. Als ik er te veel van had. Nou, deze leiboompjes staat nu het eerste jaar. Nou, ik vind dat toch al best wel uitzien als leifruit. Dus verwachten we eigenlijk volgend jaar wel het eerste fruit van te hebben.
Nou, dan hebben we hier weer de tuintjes rondom de speeltuin. Ja, het is nu laat, maar dit zoemt overdag letterlijk van de insecten. Dus dat is gewoon echt leuk om te zien. De zon is nu echt onder. Zoals je zag net. Niet alleen leuk voor de insecten, maar natuurlijk ook leuk voor ons. Het is natuurlijk een prachtig gezicht. Nou ja, minder leuk nieuws, maar ook onderdeel van het geheel is dat we schade hebben gehad. Aanhanger die alweer klaar staat morgen voor het imkeren. Hier stond een kapschuur, eigenlijk een vrij nieuwe kapschuur met een mooie nieuwe shovel eronder. En die is een aantal weken geleden afgebrand. We weten eigenlijk niet zo goed waarom. De brandweer wijt het aan hooibroei, maar ja, zelf verwacht ik dat eigenlijk niet. Ik denk eigenlijk meer dat iets in de shovel, dat hij te warm is geworden of dat dat ergens tegenaan heeft gestaan. Dat de brand veroorzaakt heeft. We kunnen een nieuwe bouwen. En niet zo'n mooie bouw als die we hadden, maar wat eenvoudiger. Maar dat doet het ook. Geen probleem. Nou, vanaf hier lopen we dan weer terug naar de woning. En dan is de route echt voorbij. Daar zijn we net langs gelopen. Nou, tot de volgende keer.